hele goede morgen. Het is vandaag donderdag en ik heb vandaag best wel een drukke opnamedag. Want ik moet dus vandaag twee samenwerkingen filmen waar ik ongeveer denk ik zo'n 4 uur mee bezig ben. En daarna wou Nessim nog een video met mij opnemen voor zijn eigen kanaal. Dus daar ben ik eigenlijk een beetje mee bezig vandaag. De helft van mijn dag uit opnemen van video's bestaat. Wat op zich ook best wel oké is, want dan ben ik lekker productief bezig. Ik ben net even een uurtje wakker denk ik. Ik heb gedoucht, heb ik mijn haren gewassen en gekamd. En dat was weer drama, want ik heb de afgelopen tijd dus gewoon weer los haar gehad. En dan merk ik gewoon, want ik had super veel klit en dat had ik echt heel lang niet meer. Dus dat was drama. Ik zeg, soms ben ik echt jaloers op meiden. Met... stel haar die dan wakker worden en die dan zeggen van nou ik zie er echt uit als zwerver. Terwijl ik denk van nou ik vind je haar gewoon echt mooi in de ochtend vergeleken met hoe mijn haar eruit ziet in de ochtend. Dat is echt gewoon zwerverstijl. Oh ja, wat ik nu ga doen, ik ga even een ontbijtje scoren. En daarna ga ik even dit fixen. Want ik heb geen make-up op, ik zie er echt goed uit. En daarna komt Nessim thuis en dan gaan we starten met filmen. Ik heb net mijn vitamintjes gehad en toen heb ik mijn ontbijtje gemaakt. Dit is Griekse yoghurt met allerlei fruit waar ik van hou. Heerlijk, kaneel, chocola, nootjes, alles zit erin. En ja, ik ga hier lekker van genieten. En wat ik dan soms nog doe, om het echt als een toetje te laten smaken, is gewoon de cream eroverheen gooien. Ik ga mezelf nu even klaarmaken. Ik heb mijn haar vastgedaan. Ik vind dat heel erg vervelend als mijn haar los is als ik mijn make-up doe. Maar ik ga denk ik gewoon voor mijn normale look. Want soms als ik dan ga experimenteren met make-up en ik moet dan een video opnemen, wordt het echt super lelijk. Dus ik ga gewoon voor een veilige keuze. Gewoon normaal make-up. Als ik forever gewoon zo gebruind was in mijn leven en dan zonder make-up zo, was ik echt gewoon tevreden. Maar ik moet natuurlijk weer een spookje zijn. Zien jullie trouwens ook een verschil in de kleur van mijn lippen? Of zien jullie dat niet? Want ik heb wel eens een opmerking gehad van dat iemand dat niet zag. Maar ik zie het dus echt heel goed. Ik heb opeens gewoon pigment in mijn lippen. En dat had ik eerst echt niet. Ik moet trouwens nog langs voor de tweede behandeling. En dan ben ik klaar. Maar dat is dus nog niet de definitieve resultaat. Maar I like it. Ik vind het echt heel mooi. Heel natuurlijk. Ik heb gedaan. En ik voelde no mascara look echt heel erg nu. Maar op video zal het echt helemaal niet mooi zijn. Dus ik ga toch maar even mascara op doen. Maar ik vind het eigenlijk zo al echt heel erg mooi. En dit is met mascara. Echt heel anders. Daar krijg ik meer zo'n smoky effect van. Ik ga me snel even omkleden en mijn haar eventjes doen. Dus ik kom zo thuis met 10 minuutjes denk ik. En dan gaan we gewoon meteen starten met filmen. Anders is het te laat. Het is nu nog best wel licht. En het is nog... nou... ik wou zeggen, het is nog best wel vroeg, maar het is 4 uur. Dus we moeten eigenlijk een soort van opschieten. Dus ja, let's start. Zo, dit is mijn look. Ik ben echt blij met mijn haar vandaag. Ongelooflijk, dat had ik niet verwacht. Maar ik ga nu even de camera's neerleggen. En de lichten en zo. Zodat als Nessim thuis is, dat we meteen kunnen starten. En dat we ook nog mooi licht hebben. Want we hebben nu nog gewoon licht van buiten. Maar ik zet er nog extra belichting bij. Zodat ik 100% weet dat het niet heel donker wordt. Ook niet aan het einde van de video. Want we zullen ongeveer nu een uur, anderhalf uur filmen. En misschien wordt het straks iets donkerder. Dat het licht wel een beetje hetzelfde blijft. Ik heb nu trouwens een jurkje aan met boohoo.com. En als je deze video kijkt, is mijn kortingscode Miriam nog geldig op de Nederlandse Boohoo site. En dan kan je dus 20% korting krijgen op alles, inclusief sales, ook deze jurk. You know, be like, fuck this shit. Lekker in zo'n schoenen zitten. Lekker, hè? Habibi. Ja, en dan zijn we eindelijk thuis. Net klaar met filmen. En nu moet ik even de video gaan editen en opsturen. Dus daar ben ik ook even mee bezig. Ik wil eigenlijk nog een outfitfoto maken. Het is nu best wel nog mooi licht. Nes, jij moet nu ook editen, hè? Nes moet nu ook editen, dus... gewoon even aan het werk, hè? Ik ga nu lekker eten. Ik had echt helemaal geen zin om te koken. Dus gezonde websites maken voor zichzelf. Dit zijn welke websites? Oh, van paprika tortillas. Paprika? Ja, dat staat erop. Oh, dan biet. Paprika en chili. Biet is rood. Ik ga stuk. Ik heb voor mezelf nog lekker gevoelde. Ik heb hem die gevoelde. Waarom kan ik nooit praten? Ik heb gevulde groenten. En die heb ik, die ben ik nou aan het verwarmen in de magnetron. Ik vind het wel lekker. Gevoelde.
Jongens, ik kan gewoon niet meer wachten voor vakantie. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik en Nessie worden helemaal gek. We tellen de dagen af. We zijn nog nooit zo lang niet op een normale vakantie geweest. Maar echt een lange vakantie. Echt. En we hebben ook gewoon geboekt voor 10 dagen. Hebben we ook nog nooit gedaan voor zo'n simpele vakantie. Zelfs Bali. Zelfs Bali was 10 dagen. Dus ik ben echt zo blij. Ik kan gewoon niet meer wachten. Ik heb geen geduld hier meer voor. Dit week... Ik ga niet meer praten. Dit weekend wordt het heel warm. En ik heb zondag een stranddag. Heb ik heel veel zin in. Ik weet alleen niet waar ik naartoe moet gaan. Dat is weer een ander probleem. Ergens waar het niet heel druk is. Maar ik ga ervan genieten. Yo, echt gewoon een feestje. Ben je loes? Zelfs kikkererwten doe je erbij. Zo. Heftig hoor. Extra eiwitten. Ja, ik moet je wel eerlijk zeggen, dit soort dingen zou ik dus echt nooit kunnen eten. Hoezo niet? Nee, dat vind ik echt heftig. Dit. De combinatie klopt ook echt niet. Dit is echt Nessie. Hij kan alles door elkaar maar mengen en gewoon eten. Zo, ik heb me weer even omgekleed. Want wij gaan weer even naar de gym. Nee, ik wou zeggen, we hebben lopen te editen, maar Nessie heeft lopen editen. Ik heb een serie gekeken, echt heel slecht. Maar ik ga wel mee naar de gym. Want even kijken hoeveel dagen nog is. 10. De laatste 10 dagen. Oh my god. Ik ben echt benieuwd wat mijn eindresultaat uiteindelijk zou zijn met 10 dagen. Wat zal ik nog kunnen halen? Ik hoop wel nog de laatste 3 kilo eraf. Dat zou ik wel fijn vinden. Ik doe trouwens nu mijn schoenen aan vandaar dat je hem ook ziet. En gewoon ja, het liefst zou ik elke dag nog willen sporten. Dat zou wel een doel zijn. Wij zijn net thuis. Training ging bij mij vandaag echt wat minder. Ik heb half uurtje cardio gedaan. En een beetje gewichten, maar ik zat er niet echt lekker in ofzo. Maar ik ben wel blij dat ik ben gegaan. Ik ga nu lekker een salade voor mezelf maken. Even mezelf opfrissen en dan beginnen met editen. Zo, Nessie is even naar kantoor met zijn vriend. En ik ga even de vaart doen hier. Dat lijkt mij wel een goed idee. Ik heb weer heel opgestapeld. Niet normaal. Ik voel me wel lekker. Ik werd een salade gemaakt. En gegeten. Na het sporten. En ik voel me nu echt heel goed. Ik heb op de achtergrond Timon aan. Ik ben lekker mijn vaart aan het doen. Gewoon 's nachts gaan schoonmaken. Ik ga straks denk ik ook nog dweilen en zo. Ik ben altijd die type die 's nachts gaat schoonmaken. Nou, jongens, ik ben klaar. Ik was gewoon vergeten dat vandaag weer donderdag is. Want ik heb deze eiland erop. Ik ben echt aan het genieten. En ik ben tegelijkertijd lekker aan het schoonmaken hier. Want het is echt niet normaal. Zo, alles is weer schoon. Vaat staat aan. En Temptation is zo spannend. En als ik klaar ben met schoonmaken, spray ik deze roomspray gewoon overal. Deze ruikt zo lekker. Even ook gelijk deze karaf vullen. Voor in de koelkast. Hoe lief die daar slaapt. Oh, ja, ja. Liefie. Oh, een zo, ik ben net klaar met het editen van de video die ik samen met Nessie heb opgenomen voor mijn kanaal. En hij is echt wel leuk geworden, daar ben ik echt wel heel erg blij om. En hij staat al gepland voor morgen, dus daar ben ik ook heel erg blij om. Ik ga nu gewoon even wachten tot Nessie thuis is, dan gaan we gewoon rustig aan naar bed. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden en ik zie jullie morgen weer. Doeg! I got her to wait for me. She already know that I'm a rock star. Dropping all the seats like I'm a pop star. I could drive around and drift like it's a NASCAR. And that's my stat dog. Soon I'll be an actor. Yeah. She knows that I'm a rock star. Dropping all the seats like I'm a pop star. I could drive around and drift like it's a NASCAR. And that's my stat dog. So for the night, yeah, she'll be my ride. Hey. Loving the vibe. Yeah. She looking fly. Hey. If she a 10, I would be grading out of 5. Yeah, yeah. If she was high, I wouldn't have a fear of heights. Hey. Stay for the night. Yeah. Don't hit reply. Hey. Show me a sign. Yeah. Look in my eyes.
She gave a wink with a smile full of fire. I think that shit may have lit my desire. I got her away from me. She already know that I'm a rock star. Dropping all the seats like I'm a pop star. I could drive around and drift like it's a NASCAR. And that's my step dice.